Yo mensen, ik ben terug in deze nieuwe video en in deze nieuwe video speel weer terug Minecraft Survival. En ik zal gewoon even zeggen, ik weet het, ik ben in mijn pyjama, ik ben gewoon te lui om mijn kleren aan te doen. Het is morgens, ik heb geen zin. En voor de mensen die direct gaan afvragen, komt er vandaag niet normaal een Assassin's Creed 2 aflevering? Nee, dat gaat niet komen, want ik ben 3 dagen in Amsterdam geweest, zoals sommigen misschien niet weten, waarschijnlijk niet. En ik ben van donderdag tot zaterdag geweest. En zondag was ik weg, dus ik had geen tijd meer om een nieuwe Minecraft Survival aflevering te nemen. Maar omdat de Minecraft Survival afleveringen meer views hebben, Assassin's Creed 2 views, dacht ik, ik vervang een Assassin's Creed 2 video vandaag door een Minecraft video. Dus dat. Dus joh mensen, welkom terug, zal ik zeggen. En ik zal zeggen, ik ga vandaag natuurlijk vertellen over mijn trip in Amsterdam. En ja, maar wat ik eerst wil doen, wat mij net was opgevallen. Kijk, zo. Nice. Wat ik wil doen, ik heb altijd geen iron armor. Dus misschien lijkt het wel mooi om iron armor te gaan maken. Oh, ik heb altijd geen iron armor. Kijk hoeveel ik heb hier alles georderd van onze dingen en zo. En kijk hoeveel ik heb, alsjeblieft. Wow. What the fuck? Ja, het is morgen zijn mensen. Maar dus, ik ga het hebben over mijn reis in Amsterdam. Ik zal zeggen, we zijn donderdag vroeg vertrokken. Yep. Ja, we zijn donderdagmorgens vertrokken. Nice. En ik moet zeggen, het was toch redelijk lang rijden. We hadden toch verwacht een uurtje of zo. En het was toch een anderhalf uur. Tot een uur en drie kwartier. Een kwart voor 2 uur, wat. Dus dat was dan toch redelijk lang. En voor de mensen die het weten, ik kan nu trouwens aan de waterlift werken. Ik weet niet of je er random tussen zeg, maar het zal wel. Dus ik ga aan de waterlift werken, dat ik wat hout moet. Dus ga zo hout hakken, dan ga ik even de plan geven. En ik ga ook even af en toe wat koeien killen en zo, voor dat ik zo wat dingen kan maken. Boekenkasten. Ik heb boekenkasten nodig. Dus, we waren vertrokken en we kwamen om 11 uur in ons hotel. En we mochten pas in 3 uur binnen, dus we hadden eigenlijk al een soort van probleem. Ja, dat was niet zo handig. Dus zijn we maar gewoon de stad ingegaan. En we mochten natuurlijk al binnen de receptie en zo. En we hadden dinges gekocht. Dinges. Ah, ik heb geen bladerkut, sorry. We hadden een tramticket gekocht voor 48 uur, maar we blijven 3 dagen. En dan vraag ik me dus, maar waarom heb je tickets gekocht voor maar 2 dagen? En ze was zo van, ah, dat weet ik eigenlijk niet. Dus eigenlijk was ze zo van confused, dus hadden wij maar een ticket voor 2 dagen. Dus daar is dat niet de lijn, dat is de GVB. En dan kun je niet zoveel rittenkaart, dat is een urenkaart. Dus we hadden allemaal een 48 uur kaart. En als we inchecken en uitchecken. En ja, dat was duur. Voor 48 uur kaart 12 euro. Dus dat was best wel duur, dus we waren al 36 euro kwijt. Maar we hadden natuurlijk ook al 60 euro gewonnen. Omdat wij toch nog op de gratis parking mocht, want anders moesten we 22 euro per dag betalen. Dus op dat gebied zijn we er dan nog goed van afgekomen. Ja, op dat gebied dan, met de nadruk op dat gebied. Nu, we gaan naar dingen. We gaan naar Amsterdam. En ja, het begint zo niet zo mooi weer. Niet iedereen vindt het echt super. Moet het zeggen. Mijn ma en mijn zus, die vonden het een beetje. Ja, hoe moet je het zeggen? Kut, sorry. hoe zou ik het zeggen? Die vonden het ze vonden het een beetje raar. Het was miserig. Ze kennen de omgeving niet. Je kent dat wel zo de eerste dag van vakantie. Nooit leuk. Nooit leuk, eigenlijk. Ik ga trouwens nu wat diarrheet hakken. En even die creeper hier killen. Zo. Maar die ontplofte bijna. En ja, dat is gewoon, niemand vindt dat bijna. Ah ja, bij mij is dat toch zo. De eerste dag kent dat niemand en bla bla bla. En dan waren we zo de 9 straatjes ingegaan voor degenen in Amsterdam die dat kennen. Ah jongens, toch, aandacht al.
De negen straatjes, dat zijn eigenlijk ja, gewoon negen straatjes natuurlijk. Dat zijn een van de historische speciale straatjes. En ik heb daar een hele coole winkel gevonden. Au. En die winkel verkocht allemaal van die verzamelitems van Assassin's Creed en zo, een Pokémon, vooral heel veel van Star Wars. Eigenlijk heel weinig van Assassin's Creed. Maar ik heb iets van Assassin's Creed gekocht. Ik zal het nu even laten zien. Kijk eens, we zijn met drie naar Amsterdam gegaan en we zijn met vier teruggekomen. Kijk eens. Joe, ik ben Ezio. Ja, dat is dus Ezio. En over Ezio in Amsterdam heb ik ook nog een verhaaltje over dat poppetje dan. Dus ik had dat zo gekocht en ik kreeg zo'n Uplay dingetje erbij. Ik kreeg plus 20 U-coins of U-coins. Ik weet niet hoe je dat noemt. Dat is gewoon op Uplay, je kent dat wel. En ik kreeg er ook nog het pak van Ezio in Assassin's Creed game dat ik mocht kiezen. Dat was het wel een Unity Rogue of Black Flag, dacht ik. Het was zoiets. Dus dat was wel eigenlijk best een kleine hotelkamer. En drie keer raden, ja, ik raak dat kwijt. Ik heb het niet meer teruggevonden, jammer genoeg. Dus ja, daar heb ik niks aan. Ik ga proberen een mailtje te sturen naar Ubisoft. Zodat ik dat nog krijg. En ik moet dat niet met een foto van Ezio natuurlijk. En ja, ik hoop dat het gaat werken. Waarschijnlijk niet, want ja. Ik ga trouwens kijken tot hoe ver de Enchanting Table gaat. Maar ik weet eigenlijk nog allemaal, ben gewoon een beetje random aan het rondlopen met dingen. Kijk hoe ver je. Ah, level 10, oké. Okay. Hier gaan we aan de waterlift werken. Dan krijg je even een Infinity Water Source. Ah, we hebben daar al. Ah, voilà, we hebben hier een meer makkelijk. Daar is dus de ingang. Zo. Dan hebben we hier al een beetje water. Maar ik ga trouwens toch ergens daar op die berg wel een Infinity Water Source maken. Want anders gaat dat een beetje moeilijk aan mensen. Oké. Dus ik denk, ik zal dat hier op die berg maken. Zo. Zo hier, nice. Zo, plekje voor ons voorgehouden, nice. Nee, eigenlijk niet, maar pff. Dat is idioot. Oké, dan ga ik nog wat water halen. En ja, nu even verder vertellen over mijn trip naar Amsterdam. Ik ben al 7 minuten bezig, holy shit. Ja, dan zijn we gaan eten in een Italiaans restaurant. En ik weet niet meer welk Italiaans restaurant is, maar ik weet wel dat het scheid slecht was. Dat eten, die spaghetti was niet te vreten. Die lasagne zeker niet. Dat was zo een marginaal Italiaans restaurant. We dachten, oh, daar zit volk. We zullen er wel naartoe gaan. Maar nee, mensen vertrouwen nooit. Als je naar een restaurant, bijvoorbeeld, je hebt nog nooit naar een restaurant gegaan en je weet niet hoe dat is. Je hebt er totaal geen idee van. Kijk dan nooit op de hoeveelheid mensen die er zitten, want er zaten redelijk veel mensen. En we dachten, oh, er zitten redelijk veel mensen, het zal wel goed zijn. Nee. Met de nadruk op nee. Dus ja, dat. Ik ga trouwens de hout hakken hier. Ja, dus ja, gewoon. Echt gewoon hopeloos. En ik weet dat nog. Ja, tuurlijk weet ik dat nog, maar ik bedoel, mijn ma. Nee, die butler, we hadden allemaal ons bord allemaal half leeg gegeten. Ja, omdat het gewoon vuil was. Ik meestal lasagne niet, want ja, ik had gewoon zoveel honger. Dat ik dacht, ja, fuck it, boeit me even niet het vies is. Ik ga gewoon eten, klaar. Nobody cares, nobody gives a fuck of zo. En ja, dat was. Dus die butler vroeg dan aan mijn ma: ja, vond u het eten lekker? En mijn ma. Oh, genius. En mijn ma wilde zeggen, nee, eigenlijk niet. De pasta was niet goed. De saus was niet goed. De spaghetti aan het algemeen was niet goed. Weet je, de lasagne was niet goed. De bladeren waren niet goed gebakken. De bord is vuil. En dat waren echt het slechtste Italiaanse restaurant dat ik ooit heb gezien. Amai. Dus mensen, ik zeg het u, op het spoor, denk weg ze. Van tram 1, 2 en 5 aan het Centraal Station is er eerst een zijstraatje. En daar is een Italiaans restaurant. Ga daar nooit eten. Gewoon een tip, ga daar nooit eten. Dank u. Bedankt voor het luisteren naar mij. Ik ga deze video niet afsnijden. Nee, grapje. Eigenlijk echt niet grapje, maar kom. Dat is het idee wat telt. Ik ga trouwens dat even wegdoen, want anders gaat dat niet goed. Zo.
Nice. Ik ben al zot een tree farm hier te krijgen. Oké, dus ja. Dat is weer bijleven vandaag. Ga nooit eten in een restaurant waar je niet weet hoe het is. En kijk dan niet naar de hoeveelheid mensen die hier zitten. Maar kijk gewoon naar iets anders. Kijk gewoon naar alles behalve dat, oké? Weet je wat raar waren er zo Engelsen naast ons en die vonden het wel goed. Wat voor wannabes waren dat, jong? Oh my. Maar het was, oh ja. Ik zeg niet dat Engelse wannabes zijn voor degenen die dat nu denken. Oh. Ik heb dat niet gezegd, klaar, oké? Maar die vonden dat blijkbaar goed. En mijn ma heeft echt nog gevraagd, wat vond je er goed van? En die zei in het Engels, ja, en er, die hadden echt brak Engels, maar ik zweer het. En zei, ja, de pizza was wel goed. En ja, ik kon dat moeilijk geloven. Ik kon dat echt moeilijk geloven. Wauw. Zo. Nice. Komt dat mooi uit? Nee. Komt niet mooi uit. wij konden dat moeilijk geloven. En ja. Het was raar. En toen ging ik terug naar ons hotel. We mochten wel binnen. Al geluk dat we binnen mochten. Het zou nog erg zijn dat we op straat moeten overnachten. En ik heb goed geslapen. De eerste nacht had ik echt heel goed geslapen. Gewoon niet normaal. Echt niet normaal goed dat ik had geslapen. En fuck. Wat ging ik alweer zeggen? Ik weet het niet. Ah, fuck. Maar zo moeilijk. Gamen en commentaar die verhaaltjes vertellen tegelijkertijd. Echt moeilijk. Echt moeilijk. Ik zeg het u, echt moeilijk. En het ontbijt, ja, ik weet wat ik al zeggen. Het ontbijt, wauw. Top. Dat echt wel die vieze dingen van de voor al een beetje goed gemaakt. Niet volledig, maar wel een beetje. En ja, dat was gewoon echt fucking awesome. Dat ontbijt, pannenkoeken. Nee, niet pannenkoeken, maar van die kleine, de kleine versies. Je kent dat wel, hè? Ik weet eigenlijk niet hoe je dat moet noemen, maar ik noem het gewoon de kleine versie. Hoe zou ik het noemen? Ja, ik zou het niet weten. Ja, jullie kunnen het niet weten natuurlijk, want ik zit hier zo fucking vaag te doen. dat moet trouwens 3 hoog zijn. Oké, dus nog eentje meer omhoog. Zo. Nice. En hier net hetzelfde. En dan hier ook zo. Zo. En dan trek ik dat wel door. Zo. Ah, dat is niet de bedoeling dat dat van... Ja, kutzooi. Even zo. En mijn gewoon hout moet ik ook nog wel gaan hakken. En dan doe ik het even zo. En dan plaats ik daarover dirt. Zo. En dan gaan we maar nu eens beginnen aan de waterlift. En ik ga verder. Het is echt heel moeilijk om... Ik heb veel te vaak veel te veel sticks gemaakt. Ah, vlas, er is al een boom gegroeid. Nice. Mooi. Oké. Dat is spastisch. Heel spastisch. Oh, nice. Ik heb echt veel saplings van die boom. Bravo. Zo, sommige bomen staan hier echt te lang. Ik moet maar eens weg met sommige bomen. Ja, sorry bloem, ga maar weg. Ja, tief maar neemt op. Maakt niet uit. Ja hoor, doe maar hoor. Zo. En dan zijn we natuurlijk weer terug in de stad te gaan. Weer al met onze 48 uur kaart. En dan zijn wij smiddags... Ik weet dat zelf niet meer wat we smiddags hebben gegeten. Wat hebben we smiddags gegeten? Laten we smiddags gegeten. Nu moet ik echt goed. Juist, we waren naar een Albert Heijn gegaan. En dan zijn we daarna in het Rijksmuseum gegaan, natuurlijk. En ja, ik moet zeggen, het Rijksmuseum is het best. Nee. Stop het, stop het. Doe je niet. Ik heb heel veel fans bordjes nodig. Dus ja, dat. Dus best dat ik vanaf zo. Wel stom dat ik water ben vergeten halen. Ja, maakt niet. Van de piraterij en zo, van Nederlandse dingen dat die rijk zijn en zo, je weet zelf. Ja, dat was echt vrij. Ik ga dat niet zo doen. Ja, ik ga hier trouwens later van die einde ziet. Het Rijksmuseum is echt cool. En zo. Dus ja. Dus stonden we daar. Oh my god. Dat was niet slim. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Holy shit. Ja, dat bedenk ik me nu pas. Daar. Ah, oké. Zo.
Nice. Slaps. Zo, en die ook. Dat ziet er nog niet mis uit. Oké, opgelost. Nice. En dan kunnen we hier zo in. En dan kan ik... Aha. Oh, dan weet ik wat ik ook nog ga doen. Kijk, ik ga nu mijn kunst tonen. Oh my god. Ik heb hier echt veel te veel bomen. En... Ah, daar zijn mijn ook grote bomen al gegroeid. Nice. Wow, sorry dat ik zoveel uitleg en zo, maar ik denk dat... Minecraft Survival. Ik denk... Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Dat was twee net genoeg. Oké. Okay. Nou, zo gaat het ook. Maar kan ik er anders door? Nee. Watch weg. Ik wil Waterlift toch nog deze episode af hebben. Dan zie je niet te veel van het water. Ja, het gaat, maar het gaat wel moeilijk. Nou, ik heb een idee. Kijk hoe slim dat ik ben. Oh, fuck. Ja, zo slim ben ik niet. Ja, zo slim ben ik net nog niet, mensen. Oh, dat is slecht. Dat was echt slecht. Ik heb hier een paar blokjes nodig. Zo. Niet meer door natuurlijk, ja. Wauw. Zo. Klachter bekast. Zo. Ik kan hier ook nog slime. Ja. Het lukt zo wel. Het gaat moeilijk, maar het lukt. Het lukt. Er zijn gewoon wat skills voor nodig. Die ik niet altijd heb, maar. Ah, my. Oké, zo. Nice. En wat ik me nu besef, misschien makkelijker als van bovenop werken, want naar onze lelijke dingen. Ah ja, ah, ik heb hier nog genoeg dirt. Nice. Zo. En ik afwerken is misschien beter. En dan kunnen we de volgende episode aan de trap naar boven beginnen. En als... Zo. En dan even hier een crafting table. Zo. En als er gras opgegroeid wordt, ja, dan zal het er wel beter uitzien. Hopelijk. Dus dat. Maar ik besef me nu pas dat ik eigenlijk van bovenop het werk, want anders gaat dat niet lukken. Maar mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze video. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauwe duimpje? Volgende keer en volgende keer meer. Tot dan. En hou de beurt.